Universiteit van Nederland. Oh, het zou jullie zijn of jullie vastzitten. Nee. Dit zijn Kimon en Mechtel. Buitendienst. Nee. Ze zijn op zoek naar de liefde en hebben zich opgegeven voor een date-experiment. Ik ga telefoon mee. Ze weten alleen niet wat voor experiment. Oh mijn god. Holy shit. Ik haat liften. Net als een aantal andere nietsvermoedende proefpersonen zijn ze onderweg naar ons date-laboratorium om een drankje te drinken. Totdat de lift naar ons lab plotseling stopt. Oh, kut. Oh, we zijn buitendienst. Best wel een spannende situatie. En vooral als je daarin staat met iemand die je nog helemaal niet kent. En laat dat nou precies de spanning zijn die we nodig hebben voor onze liefdestest. Chef-experiment Tila Pronk, psycholoog aan de Universiteit Tilburg. Zij weet alles over de liefde. En vandaag beantwoordt zij voor ons de vraag: word je sneller verliefd tijdens een spannende date? Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat er een grotere kans is dat je iemand aantrekkelijk vindt als je iets spannends hebt meegemaakt. Die spanning in je lijf, dat is essentieel om romantische aantrekkingskracht te voelen. En die lift, die brengt wel wat spanning. Oh my god. We gaan eigenlijk voor onze deelnemers het lot een handje proberen te helpen. Door de situatie te beïnvloeden en te kijken of we op die manier de liefde een beetje kunnen sturen. Ondertussen begint ons datelaboratorium steeds voller te raken. De bedoeling is dat we vandaag een oud liefdesonderzoek nabootsen. Het is echt nog steeds een van mijn lievelingsonderzoeken naar de liefde. Voor Tila's lievelingsliefdesonderzoek gaan we terug naar de jaren 70. Toen werd onderzoek naar liefde en aantrekkingskracht voor het eerst echt booming. Het veldonderzoek waar ze het over heeft, werd gedaan onder nietsvermoedende wandelaars in een park. En dat waren mannelijke wandelaars. En ze liepen over een hele spannende, wiebelige brug. Een loopbrug over een ravijn. En die werden benaderd door een aantrekkelijke vrouw. En die vrouw vroeg, wil je misschien meedoen aan een experimentje? De vrouw stelde zogenaamd heel belangrijke vragen, maar eigenlijk ging het daar helemaal niet om. Nou, aan de afloop van die vragenlijst zei de vrouw ook, mocht je nog vragen hebben over het experiment, je kan me altijd bellen. Hier is mijn telefoonnummer. Dat was natuurlijk een cruciaal onderdeel van het onderzoek. Want daarna werd gekeken, gaan die mannen inderdaad contact opnemen met die knappe vrouw? En, cruciaal, doen ze dat vaker dan andere mannelijke deelnemers in een andere conditie van het experiment, waarin ze net over een hele stabiele, stevige, helemaal niet spannende brug waren gelopen. Nou, en dat bleek het geval te zijn. Dus achteraf namen de mannen die net over die hele spannende brug waren gelopen veel vaker telefonisch contact op met de knappe vrouw. En dat was ook helemaal niet met vragen voor het onderzoek, maar dat was met vragen over haar persoonlijk en of ze misschien een keertje met hem uit wilde. De theorie werd zo bekend dat die in vrijwel elk psychologieboek staat als de excitation transfer theorie. En het idee is dus dat als wij ons opgewonden voelen door een bepaalde situatie waarin we ons bevinden, dat we dat af en toe toeschrijven. Dus ja, we gaan dat interpreteren dat het komt door de aanwezigheid van een aantrekkelijk persoon, terwijl de werkelijke oorzaak iets heel anders is. Je bent bijvoorbeeld gespannen omdat je vastzit in een lift. Nee. Oh my god, hij is echt buiten. Ik voelde wel een beetje spanning. Ik voelde een beetje spanning. Ik weet nog niet 100% zeker of dat was omdat ik het gewoon spannend vond of dat echt de spanning van de date was. Het probleem is alleen dat wij heel vaak niet zo goed weten waar die opwinding vandaan komt. En daar is eigenlijk het hele idee van excitation transfer, komt daar vandaan. De verwarring die wij soms ervaren, waarom voelen we ons nu eigenlijk zo opgewonden? Dat is exact de reden waarom de theorieën zou veronderstellen dat als wij mensen in een spannende context plaatsen, dat er een grotere kans is dat de vonk overslaat. Omdat we dan dus die spanning gaan toeschrijven aan die leuke persoon die we tegenkomen. Dat noemen we dus het toeschrijven, het transferen van die excitement aan een andere oorzaak. En hoewel de theorie dus in allerlei psychologieboeken staat, is die nog nooit getest tijdens een echte date. Daarom plaatsten wij een oproep op social media. Wil jij de grote liefde van je leven vinden met hulp van de wetenschap? En kregen bijna 200 aanmeldingen. We vertelden de proefpersonen dat we onderzoek deden naar... Hoe kan het nou dat de ene persoon verliefd wordt op een specifiek andere persoon? Maar daar gaat ons experiment natuurlijk niet over. En wetenschappelijk gezien valt er ook helemaal niks over te zeggen. Als ik heel eerlijk ben, we weten het gewoon niet. Het enige wat we weten is dat die context, de situatie waarin mensen zich bevinden,
dat die invloed heeft. En dat gaan we dus vandaag ook proberen te onderzoeken. Hoe we de matches maakten had niks te maken met wetenschap. Dat was gewoon natte vingerwerk van de redactie. Het zal dan ook puur toeval zijn of de matches elkaar leuk vinden. We laten 16 nietsvermoedende proefpersonen op date gaan in ons laboratorium, de Culture Club. En bij de helft van die 16 voeren we de spanning flink op. Eén groep gaat op een normale date. Die zit gewoon tegenover elkaar in een restaurantje om elkaar beter te leren kennen. De andere groep gaat dat ook doen. Maar voordat ze hun date hebben, gaan ze een ritje maken in onze speciale Universiteit van Nederland, lift. En die lift is niet zomaar een lift, want die lift is namelijk gesaboteerd. Op een gegeven moment in het ritje komt die stil te staan. Nee, hij gaat naar beneden. Oh, hè? Nee, is het vast. Buitendienst. Nee, claustrofobisch niet? Nee, niet echt per se, maar... Nou, niet aan denken. Vervolgens zitten ze een tijdje in die lift samen en gaan ze naar hun date. Nou, hoeveel spanning gaan ze ervaren en gaan ze die spanning ook toeschrijven aan hun date? Oftewel, is de date succesvoller voor de deelnemers die vast hebben gezeten in de lift dan de deelnemers die gelijk rustig plaats konden nemen in het restaurant? De theorie zegt dus dat de matches in de lift succesvoller moeten zijn. En dat komt volgens Tila door het sympathische zenuwstelsel. Dat zenuwstelsel gaat namelijk aan als je iets spannends meemaakt. Die activatie van dat sympathische zenuwstelsel kan je goed vergelijken met de kriebel in je buik die je voelt als je bijvoorbeeld omhoog getakeld wordt in de achtbaan. Maar ook als je oogcontact hebt met die crush die je al een hele tijd hebt. Het sympathische zenuwstelsel loopt van je brein door je ruggenmerg om signalen door te geven aan de rest van je belangrijke organen. Zoals je hart, je longen, je darmen, je bloedvaten, je zweetklieren. En als dat actief is, ja, dan voelen we dat in ons hele lijf. We worden helemaal opgewonden, ons hart gaat sneller kloppen, krijg je een beetje klamme handjes. Er is alleen iets opvallends met dat sympathische zenuwstelsel. Het gaat dus in actie als we, als we moeten wegvluchten, als we in een donker steegje achtervolgd worden. Maar ook als we iemand zien die we heel erg leuk vinden. Dat komt omdat het eigenlijk een heel simpel systeem is wat je lijf aanzet en tot actie maand. Maar hoe je dat vervolgens interpreteert, dat is aan je centrale zenuwstelsel. Jouw brein moet uiteindelijk gaan beslissen, wat moet ik doen met die activatie van het zenuwstelsel? En hoe reageren de proefpersonen in de lift? Nou, bij sommigen slaat de angst direct toe. Nee. Niet doen, ik vind het echt heel eng. Bij anderen is er twijfel. Hoort dit erbij? Is dit een onderdeel van het experiment? Als dit erbij hoort, hebben ze het wel goed gedaan. Elke lift heeft een camera, denk ik. Dit is dit op het experiment. Dat zal er niet bij horen. Dat denk ik niet. Dat is echt niet efficiënt, maar dat moet iedereen. Ja. Nee, ik denk dat het erbij hoort. Om de illusie compleet te maken, reageert redacteur Nicky op de noodoproep. Met Nicky. Hoi, met Spent. En Nick. Ja. Hey Spent, ik sta hier boven elkaar te wachten. Ja, de lift staat. Hij zit vast. Oh nee joh. Ja, hij staat buiten dienst. Oké, wacht. Ik ga meteen even weer bellen, sorry. Hoort er dus niet bij. Hoort er niet bij. We laten onze proefpersonen nog even zweten in de lift. Het is niet wel warm en zo ook. Nou, het duurt wel echt lang, vind ik. Nou, het kan natuurlijk zijn dat mensen die in die lift vastzitten heel goed weten waarom ze gestrest zijn. Ze zitten namelijk vast in een lift met een wildvreemde. Dat is best wel een spannende situatie. En dat ze ook die spanning toeschrijven aan het vastzitten in een lift. Maar nog steeds, omdat ons lijf in die actiemodus staat, de actiemodus die we ook associëren met verliefd zijn. Je bent wel in de buurt van een ander persoon die je mogelijk misschien wel heel aantrekkelijk zou kunnen vinden. Zou het kunnen zijn dat toch nog die vonk overspringt. Ja, ook al weet je wel degelijk waar die spanning door veroorzaakt wordt. En daarnaast kan het zijn dat die spanning die we hebben opgebouwd in de lift ook echt nog wel een tijdje in ons lijf doorwerkt. Dus dat je nog steeds, als je daarna rustig in het restaurant zit, dat je hartslag toch nog wel iets verhoogd is. Ja, en dat kan dus ook weer die aantrekkingskracht in de hand werken. Tijd om onze liftduo's te bevrijden en ook naar het café te brengen. Ze nemen plaats tussen de andere matches. Er worden nog wat drankjes gedronken, hobby's en reizen besproken, levensverhalen uitgewisseld en Tila, die houdt ondertussen alles scherp in de gaten. Het is magisch om te zien dat je bij sommige mensen meteen een connectie ziet. En dat zie je ook in lichaamstaal. Je ziet dat ze elkaar gaan imiteren, dat ze toenadering zoeken, echt naar elkaar toe bewegen. Ja, voor mij als relatiewetenschapper echt een feest om te zien. Bij andere stellen was het minder succesvol en dat zag je ook eigenlijk vanaf het begin dat ze
fysiek echt afstand namen, niet zoveel oogcontact hadden. Soms zag je zelfs een beetje verveling in het gezicht. Ja, dat is dan ook wel weer een beetje pijnlijk. Maar ook dat, ja, dat hoort bij het spel van de liefde. En zag ze ook meer spanning bij de koppels die in de lift hadden gezeten? Nou, het is wel interessant dat niet alle stellen de ervaring in de lift per se spannend vonden. Maar het was wel iets opmerkelijks. En je kan het interpreteren als iets grappigs of iets wat een beetje eng is. Eigenlijk maakt dat niet heel veel uit. Het gaat erom dat je geactiveerd wordt, dat je aan wordt gezet. En dat je even uit balans wordt gebracht. En dat moment, dat kan ook heel verbindend werken. En dat zag je ook al ontstaan bij die koppels. Vooral als ze net uit de lift kwamen, dat er echt nog wel wat spanning hing. Dus dan zag je ook een wat meer geanimeerd gesprek, ook de stemmen wat hoger, wat meer een actieve houding. En ook een gedeelde ervaring. Dus ook vragen over en weer van wat vond jij ervan en zou het ook bij het onderzoek hebben gehoord of niet. Ik denk nog steeds het erbij hoorde, de lift. Dus je zag dat het wel echt wat deed. Na afloop van de dates vulden de proefpersonen een scorelijst in. Ze moesten punten geven voor klik, hoeveel aantrekkingskracht er was. Ja, het is wel mijn type, ja, zou ik zeggen. Het zou wel kunnen, iemand kunnen zijn waar ik op zou kunnen vallen, denk ik. Hoeveel spanning ze hadden ervaren tijdens de date? Nou, ik zou niet direct spanning durven noemen. Het was gewoon heel gezellig om elkaar beter te leren kennen. Hadden ze zin in seks met hun date? Of gaven ze meer punten voor een langdurige, romantische relatie? En de vraag die natuurlijk niet kon ontbreken. Zou je je date nog een keer willen zien? Ja. Ja, het is wel heel gezellig. Maar ik denk niet dat het een match is. Het was heel gezellig, dat wel. Maar ik denk niet dat we een match zijn. Ik heb ingevuld van wel, ja. Ik heb jaren ingevuld, ja. Sowieso vind ik het nog een keer leuk om haar nog wel een keer te zien, ja. Als je puur kijkt naar het aantal matches, dan is het 2-2. Evenveel in de lift als in het café. Maar als je kijkt naar de scorelijst, dan verschilt de kwaliteit van de matches wel degelijk. En tot mijn grote vreugde laten de data inderdaad zien dat de dates die plaatsvonden of die een ervaring hadden in die lift, die vast zaten in de lift, waren wat succesvoller dan de dates in de controlegroep. De mensen die dus niet vast zaten in de lift. Ze ervoeren wat meer spanning, wat meer klik. Ik voelde wel dat er een klik was, ja. Vond het wel spannend. Ik vind het altijd wel leuk, om. Ik praat zelf heel veel om dan ook iemand te hebben die dat ook een beetje kan zo. Dus dat was zeker het geval. Ik denk dat er wel een beetje geflirt is. En ja, wat meer aantrekkingskracht. Een knappe jongen. Ja, dat was wel een knappe jongen. Ja, toen ik haar zag, was eigenlijk wel een schot in de roos. Ik vond het een hele leuke date. Dus dat is wel in lijn met onze verwachting. Nou, we zien dus kleine verschillen in de gemiddeldes van die groepen. Maar ja, die gemiddeldes zijn genomen over een hele kleine steekproef. En dat is natuurlijk een probleem. Want om echte uitspraken te kunnen doen, die we ook kunnen vertalen naar de theorie, ja, daar heb je echt een veel grotere groep voor nodig. Afgesproken, Tila. De volgende keer doen we het nog groter. Dus blijf ons volgen. De helft van de stellen heeft een match. Dat is echt verschrikkelijk hoog. Dus ik denk dat jullie wel als Universiteit van Nederland gewoon in de matchmaking business moeten gaan.